Rinus hier van Droogtrainen Academie. Ik krijg een hele goede vraag via onze Instagram. Dat is @droogtrainacademie.nl. Dus mocht je ooit een vraag hebben, stuur ons dan daar even een persoonlijk bericht en stel gewoon je vraag. Kan trouwens ook altijd onder onze YouTube-video's. Als je onder onze YouTube-video's een comment plaatst, dan zien wij die. En dan als jij een vraag stelt, dan nemen wij die mee eventueel voor een volgende video. Als de goede vraag is. Domme vragen bestaan overigens niet. Alleen vragen die je niet gesteld hebt. Dus stel hem gewoon en dan zien we wel wat we ermee doen. Is het niks? Gooi hem gewoon weg. Grapje. Deze video komt die vraag dus. Als je nou moeilijk aan je calorieën komt, terwijl je aan het bulken bent, dus je vindt het moeilijk om zoveel eten te eten, wat kan je doen? Die vraag beantwoord ik in deze video. Oké, je hebt tijdens het bulken heb je moeite om zeg maar je calorieën te halen. Nou, ik neem aan dat je niet in een mega groot overschot eet. Ja, we hebben toevallig ook een video over lean bulken. Die komt misschien of hierna of hiervoor een keer dat die al uitgebracht is. Dat weet ik niet, maar ergens op het YouTube kanaal komt op een gegeven moment een video over lean bulken. Wat we eigenlijk dus willen is niet in een super groot overschot eten om ervoor te zorgen dat we niet meteen heel veel vet aankomen, maar dat we zo lang mogelijk effectief spiermassa op kunnen bouwen. Dus zorg ervoor dat je niet in een mega groot overschot eet, dat je nog meer moet eten dan dat, eigenlijk nodig is. Maar probeer lean te bulken, waarbij je dus een klein overschot hanteert. Misschien maakt dat iets uit ten opzichte van hetgeen wat je nu eet. Maar stel dat je moeite hebt om je calorieën te halen. Het kan namelijk een hele opdracht zijn soms, op het moment dat je aan het bulken bent. Zeker na een fase van vetverlies en dat je weer besloten hebt om spiermassa op te gaan bouwen. Om in één keer heel veel meer calorieën te eten. Wij, op het moment dat we aan het bulken zijn, eten 3000, misschien wel 4000 calorieën per dag om effectief spiermassa op te bouwen. Zeker Henry, een grote kerel, iets groter dan mij. Ja, die moet gewoon heel veel eten als die zeg maar echt wil richten op het opbouwen van spiermassa. Wat wij dan doen en wat wij onze klanten adviseren zeg maar, is om jou de voedingsproducten die jij eet, om daar anders over na te gaan denken. Wat wij zien is dat heel veel mensen, en dat is ook heel goed, want je moet ook uiteindelijk ook gezond blijven eten, is dat heel veel mensen ook tijdens het bulken bijvoorbeeld nog steeds heel veel groente eten die in jouw maag veel volume in beslag nemen. Wat je dus eigenlijk wil, is niet voeding eten die zeg maar qua volume heel veel plek in beslag neemt en eigenlijk niet zoveel calorieën bevatten. Maar wat je wil, is dat je tijdens het bulken voeding eet die eigenlijk minder ruimte in beslag neemt in je maag. Dus klein is qua volume, maar die calorie wel calorierijk zijn, dus die wel veel calorieën bevatten. Producten waar je bijvoorbeeld aan kan denken op het moment dat je aan het bulken bent, en dat zijn een hele makkelijke manier bijvoorbeeld om meer calorieën binnen te krijgen terwijl dat weinig volume heeft, dat zijn vetten. Dus laten we daarmee beginnen. Op het moment dat jij aan het bulken bent, zou je dus bijvoorbeeld amandelen kunnen eten. Een handje amandelen, ja, daar zitten behoorlijk veel calorieën in, alle noten trouwens. Dus als jij kiest om noten te eten, ga dan wel voor de ongezouten versie, maar dan zou je bijvoorbeeld een handje noten kunnen pakken of twee. En als je op de verpakking kijkt, bij de voedingswaarde van, maakt niet uit welke noot je pakt, bijna alle noten hebben dat, maar kies bijvoorbeeld voor cashews of amandelen, pecannoten, maakt niet uit. Die zijn gezond, bevatten goede voedingsstoffen, maar vetten bevatten 9 calorieën per gram. Een handje noten zet dus behoorlijk aan qua calorieën, neemt niet veel volume in beslag. Een avocado aan de andere kant, als jij die eet, als ik een hele avocado eet, ja, daar zitten heel veel calorieën in, maar neemt dat best veel ruimte in beslag ten opzichte van een handje noten. Noten zou ik veel meer kunnen eten dan bijvoorbeeld een avocado, dus dat is dan een keuze die je zou kunnen maken. Een andere keuze qua vetten die je zou kunnen maken en die heel makkelijk is, is stel dat jij het lekker vindt om salade te eten en je wil nog steeds groente blijven eten, wat je ook moet blijven doen, want groenten die bevatten natuurlijk micronutriënten. Het is belangrijk dat we voldoende van die goede voedingsstoffen binnenkrijgen, vitamines en mineralen. Maar dan zou jij over jouw salade bijvoorbeeld gewoon olijfolie kunnen gieten. Ja, olijfolie zijn ook goede vetten, zeg maar. En als jij dus gewoon calorieën blijft tellen en jij meet hoeveel olijfolie je op je salade gooit, dan zal jij merken dat dat best wel snel aan kan tikken. Omdat olijfolie vloeibaar is, neemt dat in je maag eigenlijk geen ruimte in beslag. Dus jij eet die salade en dat jij die olijfolie eroverheen gooit, ja, daar op zich maakt het qua hongergevoel of qua gevoel dat je vol zit, verzadiging, maakt het niet zo heel veel uit. Je kan die olijfolie kun je daar gewoon overheen gooien. En dat zijn dus heel veel extra calorieën die je dus over jouw salade heen gooit.
Terwijl jij eigenlijk niet veel meer ruimte in jouw maag in beslag neemt. Dus dat jij niet sneller heel erg verzadigd bent. Nou, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar koolhydraten. Ja, groenten nemen over het algemeen, wat ook koolhydraten zijn, over het algemeen best wel veel ruimte in beslag in je maag. Dan moet je niet helemaal stoppen met groente eten, maar zorg dat je ook nadenkt over makkelijkere koolhydraatbronnen. Mensen zeggen wel eens tegen mij, ja, ik heb moeite om aan mijn koolhydraten te komen. Nou, ik heb daar totaal geen moeite mee en ik zal een aantal producten noemen die ik dan eet tijdens zo'n fase van bulken. Om ervoor te zorgen dat ik snel calorieën binnenkrijg en ook nog gewoon lekker eet. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan granola. Ja, hele lekkere granola's in de supermarkt. Als je kijkt bij de voedingswaarde, ja, dan zal je merken dat die heel veel koolhydraten bevatten. En over het algemeen, als je een beetje goed kijkt, dat daar niet heel veel vetten in zitten. En ja, proteïne zit er ook wel in, maar ook niet zo heel veel. Maar dat in ieder geval heel veel koolhydraten bevat. En dat die calorieën voor bijvoorbeeld 20 gram granola heel snel op kunnen tellen. Denk bijvoorbeeld aan Fruit Loops. Standaard in het pakket. Maar Fruit Loops, Honey Loops, Choco Rings, maakt niet uit. Kan je gewoon eten tijdens het bulken. Superveel calorieën zitten erin. Eigenlijk alleen maar 100% koolhydraten. En op zich, als je de voedingswaarde kijkt qua vitamines, mineralen, etc., zitten er ook nog hele goede voedingsstoffen in. Dus die kun je gewoon eten. Eet dat met melk, gooi er wat havermout bij. Havermout tikt ook heel snel aan. Neemt wel iets meer ruimte in je maag in beslag, maar dat kan je gewoon heel makkelijk erbij gooien. Raak je nou toch heel snel verzadigd, ja, en kan je dat eten wat je per dag moet eten gewoon eigenlijk niet op, ga dan nadenken over bijvoorbeeld vloeibare koolhydraten, want die zijn heel makkelijk te verkrijgen. Denk bijvoorbeeld aan vruchtensappen, verse vruchtensappen. Ga geen rommel drinken waarbij je allemaal dingen toegevoegd zijn. Maar kijk nou eens gewoon naar verse vruchtensappen, pers eventueel zelf. Bijvoorbeeld jus d'orange. Die bevatten heel veel calorieën, maar omdat die calorieën vloeibaar zijn, raak je daar niet heel snel door verzadigd. Dus in plaats van dat jij een hele fles water drinkt, wat ik nog steeds aanraad wat je moet blijven doen, want water is heel belangrijk, zou je bijvoorbeeld een flesje hydrans naast je neer kunnen zetten, van een liter, en die flesje hydrans gedurende de dag gewoon leeg te drinken. Nou, als je op de verpakking kijkt, de voedingswaarde van jus d'orange, ik weet niet exact wat erin zit, zou je na moeten kijken, maar kan je nu al vertellen dat die calorieën behoorlijk aantikken. Ja, omdat het vloeibare calorieën zijn, neemt het dus niet zoveel ruimte in beslag en is dat dus een hele makkelijke koolhydraatbron. Nou, wat je dus eigenlijk moet doen, is een beetje de shift maken van bijvoorbeeld hoe je over voeding nadenkt bij vetvliezen, waarbij we dan hele andere keuzes maken. Daar zal ik misschien ook nog een keer een video over maken. Een shift maken qua denken van, hey, hoe kan ik nou makkelijk calorieën binnenkrijgen die over het algemeen toch nog goede voedingsstoffen bevatten. Dus niet alleen maar echt troep eten waar je eigenlijk ja, niet zo heel veel aan hebt, maar wat wel lekker kan zijn. Dus heb je een keer zin in een donut, dan kan dat tijdens het bulken natuurlijk ook. Dus eet gewoon lekker een keer een donut als je daar zin in hebt. Maar denk na over makkelijke voedingsbronnen waar veel calorieën in zitten, die weinig volume hebben en dus weinig plek in je maag innemen. Nou, ik heb een aantal voorbeelden genoemd. Eén makkelijke bron is dus vloeibaar. Dus zorg ervoor dat je bijvoorbeeld vruchtensappen gaat drinken of zorg dat je olijfolie over je salade gooit. Dan zal je merken dat het heel hard gaat. Nou, vond je dit toffe tips? Geef deze video dan even een like. Wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer dan op ons kanaal. Druk even op het notificatiebelletje. Dan krijg je altijd een melding op het moment dat wij weer een nieuwe video uitbrengen. Kijk even onder deze video, vind je een link naar onze website en naar onze programma's. Deel deze video eventueel met je vrienden als je hem heel tof vond. Vinden wij ook tof dat je dat doet, waarderen we. En dan zien we jou weer in de volgende video.